allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Zoe en we gaan vandaag naar Awakenings. Nog lekker eten, lekker drinken, klaarmaken, gewoon het eten. Riedeltje voordat je ergens heen gaat. Dit is een festival vandaag, overdag. Dus goed eten, want het is best wel warm buiten. Dus we hebben lekker keizerbroodje. Met ei en spek en tomaatjes. Ja, en heel veel croissantjes. Jij hebt amper tomaatjes trouwens. Ja, hieronder wel. Okay. Ah, oké. Die zitten bij mij in mijn dingetje. En we hebben ook een aantal vragen gesteld, of we hebben gevraagd of jullie vragen hadden. En leuke dilemma's. En er zijn ook best veel gekomen. Ja. Dus die gaan we ook ondertussen beantwoorden. Dat hoe wij elkaar kennen en of het gelijk klikt dat we elkaar kennen. En hoe we elkaar leren kennen. Dat is wel heel grappig eigenlijk. Ja. Ik heb een nichtje en zij heeft een broertje die dezelfde leeftijd zat bij elkaar in de klas. En die kreeg toen verkering. En dan elke keer ging mijn nichtje bij haar broertje spelen. En dan moest ze elke keer weggebracht worden. Dus dan ging ik mee. En dan ging ik met Fleur afspreken. En ja, ik weet nou niet meer de eerste keer of zo. Maar nou, volgens mij heb ik de verjaardag van Biba toen. Van mijn nichtje. Ja, want Bie vierde toen haar verjaardag. En toen waren wij uitgenodigd ook. Dus ik was daar toen met mijn ouders. En toen, ja. Ik weet, volgens mij zaten we toen bij Bie in de kamer of zo. Toen was jij er ook. En toen in september was Sam natuurlijk jarig. Ja. Want in die zomervakantie hebben wij elkaar niet gezien volgens mij. September was Sam jarig en toen kwam jij met Biep hier naartoe. Dus had ik jou ook uitgenodigd of zo. En toen daarna eigenlijk zijn we gewoon met z'n tweeën gaan afspreken. Want en wel toen... deden was heel veel foto's maken. Ja, wij deden heel veel foto's maken. Vroeger al, hè? Van vroeger al. Toen maar eerder, toen leefde het al wel. Ja, maar dat was heel erg. Ja, toen was het wat minder. Ja. Hadden wij mijn bed verschoven in mijn kamer. Zodat we een witte achtergrond hadden, hadden we handdoekjes op de grond neergelegd en een soort strandbal geplakt en een zonnebril en deden we alsof we op het strand lagen. We hadden gewoon lange broek en een t-shirt. Maar in de middelbare school hebben we elkaar heel lang niet gesproken. Nee, maar toen ik in de eerste zat en jij groep 8 nog wel. Toen ging ik naar de middelbare. En toen verwaterde het een beetje eigenlijk. En toen afgelopen jaar, of na. Af en toe als we elkaar tegenkwamen was het wel gewoon leuk. Ja, heel af en toe zagen we elkaar. Maar het was niet meer dat we één op één afspraken. Nee, en ja, toen vorig jaar ongeveer weer wel. Ja, sinds oktober. Ja, zoiets, oktober. Best wel kort eigenlijk. Ook door festivals eigenlijk. Nou, door dansen. Oh ja, ik kwam bij jou in de dansgroep te zitten. En toen zei ik dat ik wel een keertje naar zo'n festival wilde. En toen zei jij... Ik ga naar thuis uit en wil je mee? Ja. En here we are. Waar worden jullie gelukkig van? En lekker weer bij eten. Ja, lekker weer inderdaad. Waar waren we bij Havana, bij een strandtent gewoon. Ja, en dan zit je gewoon met de leuke mensen en dan gaat het zonnetje onder. Je moet gewoon echt en genieten. Lekker eten en drinken. Ja, dat daar word ik echt gelukkig. Zit je om half af op de scooter, het is gewoon nog warm. Ja, dat is echt zo. En ja, ik word ook gewoon gelukkig als ik met allemaal leuke mensen ben. Waar ik gewoon van hou en waar het gewoon heel leuk mee is. Mm-hmm. Ja, en gewoon. Ja, oh, en als ik een nieuwe tas heb gekocht, dan word ik ook heel blij. Gewoon als er pakketjes binnen. Ja. Zit je echt voor de deur, weet je wel. Ja. Maar ik kan ook echt teleurgesteld zijn als dan heel snel als je een melding krijgt van we hebben je gemist vandaag, we komen op een werkdag. Ja. Ik ben echt heel ongelukkig geworden. Ik heb heel vaak, als verrassing heeft mijn oma het aangenomen, is dat opeens wel dat pakketje tijd. Nou, dat ben ik durf. Als verrassing. Ik heb mijn zonnebrand niet gepakt. In welk schooljaar zitten jullie nu en wat ga je daarna doen? Nou, dat is wel interessant. Ik zit helemaal onder, wacht. Nou, ik zit nu in 2 mbo, volgend jaar 3 mbo en dan ben ik klaar. Ik ben net geslaagd van HAVO. En nu heb ik een tussenjaar. En wat ik ook nog ga doen, ja, ik heb heel veel plannen, maar ik heb eigenlijk nog niks is zeker. Ik weet alleen, ja, ik heb nu een vast baantje wel, bij Holland Casino. Dus ik ga gewoon veel werken. En ik ga waarschijnlijk nog naar Abu Dhabi, want daar gaan mijn familie heen verhuizen. En ik ga nog op vakantie met Fleur waarschijnlijk. Hoe vaak per week scheur je je benen? In de winter soms gewoon echt 3 maanden niet. Nou, sorry, maar dat ligt ook gewoon een beetje aan wie je benen gaan zien. Wij werken natuurlijk in een zwembad allebei. En daar doe ik het echt niet voor. En daar doe ik het echt niet voor. Dat boeit me echt niet, want het zijn kleine kinderen, ja. Die hebben zelf ook benen. Ja, dat is heel raar, maar bij zwemmen zoek ik het. Je hebt mensen bij zwemmen die dat echt altijd doen, hè? Ja, maar ik, nee, dat maakt me echt niet uit. Het is alleen, als ik een rokje aan doe of als... Ja, alleen gewoon mensen het gaan zien, waarvan je het niet wil. Ik heb wel, ik heb hele blonde haartjes, dus ook al heb ik het 4 dagen niet geschoren, dan zie je het op zich niet echt. Dat nou, bij mij zie je het wel hoor. Maar bij mij gaat het wel heel langzaam. Ja? Ja.
Komt ook misschien wel op IPO nu. Kan. Ik ben daar heel lang geweest. Ik ben ook al heel lang geweest. Wat is iets dat je heel graag wilt kopen? Heel veel. Nou, dat kan ik eigenlijk niet kiezen. Nee. Met schoenen heb ik eigenlijk niet echt een paar schoenen dat ik denk, oh, die wil ik heel graag kopen. Ik wil nog steeds die Burberry sneakers. Ze waren laatst 50% korting. Ja. Maar ze hebben mijn maat niet meer. Ze hebben ook niet in de Bijenkorf zelf. Nee. Want die SP3'ers zijn ook in de show met 30%. Nee, ik heb het over de Bijenkorf, zei ik. Waar waren ze 50%? Nee, maar in de winkel. Want online hebben ze die Burberry SP3'ers ook niet meer. Maar ik was donderdag met Miel in de winkel en daar vonden ze nog wel. Ik ga gelijk kijken. Want die witte heb ik wel zien staan. Ze waren eerst 84 en nu 240. Ik weet niet of je het ziet. Ding, ding. Ik word een beetje misselijk van dat spek en ei. Nu lekker kozijn. Ja. Wil je er wat op? Sham? Ik ga sham pakken. Oké. Nooit meer oksels onthaven of altijd naar zweet stinken? Nooit meer mijn oksels onthaven. Ja, dat hou mijn armen wel naar. Ja. Altijd naar zweet stinken. Nee, ik vind het zo vies als mensen stinken. Je weet zeg maar, ik kan echt niet tegen geurtjes. Ik kok als dan echt gelijk. Gisteravond stinken. Gisteravond dacht ze dat mijn voeten stonken. Nou, je had ze moeten zien. Dat was eigenlijk het hondenkleed, maar ja, had ook net zo goed kleur kunnen zijn hoor. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om naar KVB te gaan? Ik weet dat eigenlijk zelf ook niet. Ik wel. Wij allemaal hebben nog een vakantie geboekt. Behalve Romy volgens mij. Nou, in ieder geval. Dus we wilden niet te duur, want we hadden allemaal al een vakantie geboekt. En we wilden eerst naar Kos gaan. Mm-hmm. Maar dat was achteraf nog best wel prijzig. Vliegen was heel duur. Vliegen was duur of zo, ja, ik weet niet meer precies. En toen zei mijn oom, want mijn oom heeft een huisje in Spanje, in Carivela. En die, toen zei mijn moeder van, ja, vraag dan of je daar misschien in dat huisje kan. Dat kan misschien wel schelen. Nou, en dat kon gewoon heel veel. Dat scheelde echt heel veel, want in eerste instantie zei hij zelfs van, nou, je hoeft er niks voor, ik hoef er niks voor te hebben. Ja. Maar dat vonden we dan niet oké. Okay. Dus we hebben nu ook gewoon huur betaald. Ja. We hebben gewoon 100 pp betaald en dan ja, dat scheelde gewoon onwijs veel. En dan, volgens mij was het vliegtuig 160 euro of zo. Ja, dus we zijn gewoon voor 260 zijn 5 dagen weg. Ja, daarom. En je hebt alleen nog eten dan, maar je hoeft echt niet elke avond uit eten. Ik kan ook lekker voor jezelf koken. Ja. En overdag vreet je toch net, eet je toch niet zo veel. Eetje. Maar hoe zijn we eigenlijk, want dat weet ik niet meer, van hoe er op zijn gekomen om met z'n zessen te gaan. Want, dat was ons idee. Want ik kende Romy en Tan helemaal niet eigenlijk. Of van Romy wist ik wel. Ik had Tan volgens mij één keertje gezien. En Romy kende ik vaak van een keer. Jou en Dagmar. En ik en Dagmar. En jij en ik. Wij kennen elkaar sowieso alle drie. Ja. Dan kende jij Keer. Ja. Dagmar en ik kenden Romy. En jullie kenden Tan. En wij kenden Tan. En Romy en Keer kenden elkaar ook weer. Ja, iedereen kende elkaar. Iedereen kende wel iemand. Ja. Of minimaal twee, zeg maar. En zo, en toen dacht ik van, ik wil heel graag nog met Dagmar en zo op vakantie. En met jou en met Twan. En toen dacht ik van, volgens mij hebben we bedacht dat het ook heel leuk. Ja, dan is het ook heel leuk als Romy en Keer meegaan. Ja. En toen kwamen we dat groepje. Toen gingen we het eigenlijk aan iedereen vragen. En iedereen vond het wel leuk. Maar het is heel spontaan gekomen. Mm-hmm. Eigenlijk. Ja. Volgens mij hebben wij het bedacht tijdens het sporten. Ja, klopt. Of zeg je de beste idee? Bolen. Wegbol. Oh nee, dat was met Romy, Dagmar en Twan. Toen heb ik dat aan hun gevraagd. Oh, ik dacht wel, ik ben een jaren bol. Iets wat je nog heel graag wilt doen. Ik wil eens een keer uit vliegtuig. Ja, ik wilde net zeggen, gebungee-jumpen uit vliegtuig. Ik vind het doodeng. Straks wel ook dood. Maar het lijkt me zo bizar om. Ik vind het al gaaf als ik in mijn moeders kamer lig en daarover van uitwijken. En ik wil Noorderlichten heel graag zien in zo'n. Je hebt zeg maar van die huisjes in Lapland. Mm-hmm. Met van die koepels. En die zijn dan van glas. En als je dan in je bed ligt, kan je gewoon het Noorderlicht zien. Echt? Ja, daar wil ik gewoon echt heel graag een keer heen. En zo mooi. Ik wil heel graag reizen. Want wij gingen vroeger altijd echt. Nou, tot vorig jaar eigenlijk. Ik ging maar elk jaar op vakantie naar Italië. We zijn 1 jaar naar Spanje toe geweest. En 1 jaar naar Fuerteventura. Maar het jaar dat we naar Spanje gingen, gingen we ook naar Italië. Dus uiteindelijk ben ik heel vaak naar Italië. Dus ik wil een keer zo gewoon wat meer zien dan alleen maar pizza's en pasta's. Ja. En ja, wel veel gezien. Vroeger, ik heb op zich. Ja, Thailand. Ik ben. Elba. Ja, maar ik heb ook nog wel veel dingen waar ik naartoe wil. Hoe zijn jullie erop gekomen om YouTube-video's te maken? Vroeger maakte ik dus al video's. Alleen gewoon voor mezelf. Dan ging ik zelf terugkijken en dan verwijder ik ze weer. Maar toen zat ik in 8 of in de eerste of zo. Maar weet je, op de middelbare school durf je het dan nog niet echt op zeggen, want iedereen heeft daar wel een mening over je. Dus ja, ik durf dat niet en toen ging ik naar het mbo.
En toen dacht ik, ja, niemand kent me hier. Ik vind het leuk om te doen. Ik zet het er gewoon een keertje op. En toen kwamen er best wel veel leuke reacties op. En in het begin, echt gewoon mensen van Zegboek die een beetje naar me keken van wat doe je en zo. Ja. Maar nu vindt iedereen het wel leuk. Nee, ik had het eigenlijk samen eerst met een vriendinnetje gedaan met Dagmar. Ja, wij vonden het gewoon heel leuk om te doen. Mm-hmm. Ik weet eigenlijk ook niet hoe we erop zijn gekomen. Wij vonden het gewoon leuk om video's te maken en wij dachten, schuit, we gaan het gewoon doen. En Dagmar had het altijd een beetje met op tegen. Dagmar was altijd al fan van YouTube. Ja. En toen dachten we van, ja, oké, we gaan het doen. Nou, uiteindelijk zijn we er weer mee gestopt. En ja, toen miste ik het heel erg, dus toen ben ik weer nieuw gestart. Ja. Ja. Deze weet ik niet meer. Van, wat was jullie eerste indruk van elkaar? Mochten jullie elkaar gelijk of juist niet? We mochten elkaar wel gelijk. We mochten elkaar wel gelijk. En eerst dacht ik van, oh, echt verlegen meisje. Dat weet ik nog wel. Ja, maar ik was ook heel Zij verlegen. Was heel verlegen. Heel verlegen. En ik ben niet heel verlegen, maar ik word wel verlegen als iemand anders ook eens verlegen is. Dan weet ik niet zo goed van, ja. Maar nu zou ik daar geen probleem mee hebben. Want ik ben best wel open. Maar vroeger vond ik dat dan ook wel een beetje van... Ja. Was met jou altijd eerst even een kwartiertje, een half uurtje inkomen. Maar uit hoe vaak daarna we elkaar gesproken, ja. Maar niet uit hoe vaak we elkaar al gezien. Ja. Maar altijd eerst een kwartiertje was het even, hoi, hoe het met jou gaat. Ja. Maar ik heb doorgezet. Even in mega. Maar het is ook, zeg maar, tuurlijk, je wordt ouder, dus dat verandert. Maar ik heb ook heel erg gemerkt dat het, zeg maar, werk en stage echt heeft geholpen. Want je staat in de winkel, je moet mensen wel aanspreken. Ja. Je moet ze wel helpen, weet je. Mm-hmm. Maar ik was vroeger heel erg, ik durfde niet eens wat te drinken bij mijn opa en oma. Zo verlegen was ik. Ze durfde niet eens naar de wc te gaan. Nee, klopt. Ging helemaal naar huis om naar de wc te gaan. Ja. Oké, ik ga even een beetje En beginnen. Nu praat je gewoon voor heel YouTube. Maar ik heb wel, zeg maar, ook als ik gewoon... Bijvoorbeeld, net zoals gisteren, of nou niet gisteren, maar gewoon als ik ergens zit en ik heb mensen nog niet zo vaak gezien... Praat ik wel makkelijker dan dat ik dat vroeger deed. Vroeger zou ik dan een beetje op de bank zitten en niks zeggen. Ja. Weet je? Ja. Ook bijvoorbeeld, ik ging naar Jetsu afgelopen vrijdag, maar die was geslaagd. Nou, 3 jaar geleden had ik dat echt niet gedaan. Dacht ik, nou zo, die ga ik ook niet. Mm-hmm. Maar dat was ook een beetje de reden dat wij elkaar minder hebben gezien in... Want jij was heel open naar iedereen. Ja. Gesloten. En dan was ik zo van, ja, ik vier mijn verjaardag. Nou, nodig ik iedereen uit. Maar ja, dan was jij gewoon waarschijnlijk van, ja, ik ken niemand, dat durf ik niet. Maar ja. Is goed gekomen. Is het nou de zonnebrand die ik ruik of ruik ik Zwitser? Nee. Oh, je hebt Zwitser op je arm. Nee, dat is die handzeep. Oh, dat ruikt naar Zwitser. Vind je niet? Ja, weet je. Ja. Ja. Zeg maar, als je hem licht ruikt wel, maar als je hem hier ruikt, wat minder. Er ruikt hij sterker, weet je? Oké, de croissantjes zet ik even uit. Mag ik jullie een keertje ontmoeten? Vraag je het? Jet. Vanmiddag, Jet, niet. Kom naar de bus. Awake bus. Kom. Wil je ook even zeggen van maken? Ja. Een tonnetje. Blauw of bruin oog? Nou, ik had heel graag blauw. Blauw. Maar ja, dat heb ik niet. Nee, een beetje allemaal. Hoewel, blauw. Ja, steeds meer mensen. Maar Sam, zo'n eerlijk. Sam heeft mooie blauwe ogen. Nou, ik hoef niet per se in kleur, maar dus gewoon helder. Dat. Gewoon lichter. Ja, gewoon licht en helder. En dat het oog niet heel wit is. Ik heb dat wel mooi. Altijd in de zomer, en dat heel veel mensen hebben, dan lijkt je oogkleur lichter omdat je zelf bruiner bent. Ja, niet? Ja, dat heb ik ook. En gewoon als de zon erop staat, zie je vaak de kleur beter. Ja. Hoe ziet je perfecte dag eruit? Perfecte dag? Nou, ongeveer 11:30 opstaan. Moet je niet zonnebrandje? Nee, hier zit al in. 15. Gewoon 11:30 opstaan, lekker ontbijten. Met gewoon... Leuke mensen, dan shoppen. Lekker weer, ontbijt in de tuin lekker. Of nee, dan naar het strand en dan lekker op het strand liggen. Ja. En dan rond een uurtje of na 2, dan ga je lunchen lekker ergens. En dan ga je winkelen, eigenlijk gewoon vakantie. Ik zit ook gewoon een vakantiedag te omschrijven. Nee, ik zou nog overdag zou ik gewoon nog lekker op het strand blijven. Lekker bij je strandtentje, lekker eten. Ja. Tot 8 of zo en je dan klaarmaken en dan lekker, lekker de winkeltje in. Door vakantie zijn ze altijd wel tot laat open. Ja, oké. Okay. Nou, gewoon op vakantie zijn, dat is gewoon mijn ideale dag. Ja, gewoon... Niet hoeven, hè? Mijn ideale dag is eigenlijk dat ik geen planning heb. Eerlijk, ja. Dat je gewoon kan doen op het moment wat je zelf wil. Dat is gewoon het beste, vind ik. Maar net als bijvoorbeeld gisteren moest ik wel werken. Maar daar, ik vond het toch een hele leuke dag, ondanks dat ik ervoor moest werken. Ja. Iedereen hoort wat jij denkt, of jij hoort wat iedereen denkt. Ik hoor wat iedereen denkt. Ja, dat lijkt me best wel leuk om te... Nou, mij lijkt het echt verschrikkelijk, eerlijk gezegd, maar... Ik heb liever dat dan dat iedereen kan horen wat ik denk, want ik denk niet altijd heel aardig. Dan heb ik geen vrienden meer, denk ik. Eerlijk, dan heb je gewoon echt geen vrienden meer. Nou,
Ik denk 2 of 3 misschien nog. Ja, oké, maar over iedereen denk je wel eens iets wat een ander niet leuk kan vinden. Ja, tuurlijk. Ik gebruik alleen een beetje foundation als concealer. Wat? Een beetje bruin. Concealer als foundation doe je? Nee, foundation als concealer. Nooit meer kleren kopen of nooit meer uit eten gaan? Nooit meer uit eten gaan. Ik kook zelf al. Ja. Of ik bestel het wel, dat kan tegenwoordig ook wel. Ja, en ik bedoel, als je nooit meer kleren kan kopen, daar groei ik dadelijk uit. En dan ben je 50, gaat kapot. Ben je 50 en kan ik nooit meer kleren. Ben je 65, moet je nog steeds je koptopje aan. Ja, kom. Ja. Nou, deze is wel lief. Is Shelly geslaagd voor haar VWO-examen? Voor mijn HAVO-examen, helaas. Oh, maar, ja, nee. VWO was me niet gelukt, maar ik ben wel geslaagd voor HAVO en daar ben ik ook heel blij mee. Kom jij uiteindelijk hetzelfde mee? Ja, precies. Ik wilde toch waarschijnlijk HBO doen. En met CWO had ik waarschijnlijk nog een jaar dat om te doen. Nou, dat had ik niet zo zin in gehad. Trek hoor. Ik zat er naast. Had je niet getrekt. Als je één designer item nog mag kopen in je leven en daarna niks meer, wat zou dat dan zijn? Chanel tas. Ja, ik wil net zeggen, Chanel tas denk ik. Als je die dan ook nog verkoopt later, dan heb je ook nog geld. Maar weet je hoe lang die tassen waarde blijft? Ja. Nee, ja, Chanel tas, ik denk dat ik het nooit zou kopen. Tenminste, misschien later als ik rijk word. Maar als ik dan echt één ding mocht kiezen. Ja. Ja, toen ik nog stage liep, toen. Kijk, er komen er best wel mensen met geld in die zaak. Ja. En ik moest die vrouw toen een pedicure geven en die had een Chanel tas. En we waren gewoon een beetje aan het praten over merkjes en nou, gewoon een beetje dat soort dingen. Ja. Zei ze, weet je. Ik vind het leuk om heel veel verschillende kleren te hebben en één mooie tas die overal bij past. Ja. Want 20 tassen die het net niet zijn. Zeg ze, ik betaal dan liever de prijs van die 20 tassen bij elkaar voor één mooie sneltas. Nou, die tas was ook echt heel mooi die ze had. En dacht ik, ja, maar ja, soms wil je toch wel een beetje afwisseling. Ja, nee, ik wil wel afwisseling. Daarom zou ik ook denk ik nooit een Chanel tas kopen. Maar misschien als ik rijk word. Misschien als geld geen rol meer speelt. Ja, als geld geen rol speelt, dan... En zouden we dit doen? Oh, jij gaat die weekjes doen? Ja. Noem jij maar een leuk dingetje. Als je nou een denk, ik moet heel even mijn pakkers pakken. Wat? Oh, deze vind ik leuk, maar die wacht even op kleur. Wat zou je als eerst kopen als je de loterij wint? Vakantieboeken. Ja, zoiets iets met vakantie. Ja. Ja, ik denk, oh, ik had zoveel blonde haren op mijn knar. Je ziet dat echt heel erg. Ja, iets wat met vakantie te maken heeft gewoon. Ja. Vakantie, ik zou denk ik gewoon naar een tripje naar Milaan of zo, zodat ik daar gewoon lekker kan shoppen. Nooit raak ik een kwast kwijt, nooit. Vandaag gaan we naar fucking Wavings. Elke dag een salade of elke dag McDonald's? McDonald's. Salade. Hallo. Elke dag, hè? Jij bent dadelijk tonnetje rond. Okay. Als je er niet dik van zou worden, zou ik niet doen. Ja, maar dan zou iedereen met ons eten, denk ik. Toch? Ja, sowieso. Tenminste, ik wel. Dat hoor je waarschijnlijk gewoon. Deze is heel moeilijk voor Fleur. 1 week zonder je telefoon. Ja, maar dit is nog moeilijker. Of 1 maand niks kopen. Dan een week zonder mijn telefoon. Dat dacht ik al. Ik heb dat een keer geprobeerd. Zij is echt koopverslaafd, jongens. Kunnen jullie ook wel zien, denk ik, in de video's. Ik heb dat een keer geprobeerd, 1 maand niks kopen. Maar toen ging ik opeens allemaal uitzonderingen voor mezelf maken. Toen dacht ik, ja, maar ik ben volgende maand jarig, dus ik moet wel een outfit daarvoor hebben. En dit had ik nodig en dit had ik nodig. Dus het was me niet helemaal gelukt. Gat in de hand. Ja, dat heb ik wel. Maar, nou, dat valt. Ja, maar je kan wel sparen. Was, ja, want. Maar dat zei ik ook laatst in mijn video. Van iedereen zei het elke keer onder mijn video. Van hoe kom jij nou aan geld? Dat ik denk van. Ten eerste gaat jou niet aan waar ik mijn geld vandaan haal. Nee. En hoeveel ik verdien, want dat vragen mensen ook. En ten tweede, ik spaar gewoon zelf voor de vakanties. Ja. En alsnog kan ik dingen kopen, dus dan doe ik het toch goed. Ja. Fleur is gewoon alles. Goed geregeld op, en alles op een rijtje qua met werken.
Tuurlijk, ik kan zou meer kunnen sparen, maar ja. Mijn moeder zegt soms ook van nu kan je het nog permitteren om alles te kopen wat je wil. Later als jij een kind en een huis hebt, kan dat niet. Nee, dus je moet ook gewoon genieten ervan. Ja. Ik ben er zo hard aan het improviseren met mijn wenkbrauwen. Oh, dit vind ik heel schattig, maar ik weet niet of je het wil antwoorden. Wat? Als Mio een maand lang weg zou gaan, wat zou je dan het meeste aan hem missen? Gewoon dat je ik weet het wel. Nee, ik denk gewoon, zeg maar gewoon zijn aanwezigheid, dat je bijvoorbeeld laatst, toen zei ik van ja, zou ik even langskomen? En dan, dat je gewoon die spontane dingen, dat je gewoon even langs kan gaan of even dit kan doen, weet je. Even kan knuffelen. Ja, gewoon zijn aanwezigheid zou ik dan gewoon heel erg missen. Het is nu even heel lelijk, maar ik ga het zo meteen even mooi zo vegen zo. Laat je meenemen. Ja, kijk maar even. Oké, het is wel heftig, ja. Het komt zo meteen goed, maar ik kan het korte zo meteen even schoonmaken. Oké, okay, zal ik een beetje oogschaduw doen? Ja. Leuk, leuk, leuk. Ik krijg als people de klaar vandaag. Ja, ik ook. Kijk maar. Het werkt niet. Het kan niet. En dan zal je zien dat ik zo meteen, als ik klaar ben met mijn make-up te geweest, dat klote kwartje vind. Oh, je mag jezelf alleen nog maar wassen met knakworstsap. Of je mag je tanden alleen nog maar poetsen met chocoladepasta. Wassen met knakworstsap, denk ik. Nou, dat stinkt ik, hoor. Ja, maar ik ga toch heel vaak koekhalsen van sowieso al van tanden poetsen. En als ik dat dan met chocopasta moet doen. En dan heb je altijd zwarte tanden. Eeuw, oh ja. Oké, knakworstsap. En wat vind je hiervan? Zie je het niet? Zie je het niet echt? Ja, een beetje uitwenden. Ik heb een bladkast. Ja, ik heb dit, maar. Ik heb die. Heb je een grote? Beter. Als je één vriendin zou moeten kiezen, welke zou je dan doen? Doen van. Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat ze dat wil doen, maar zo komt het zelf over. Poepen of plassen? Nou, plassen kan echt een opluchting zijn. Ja, als maar je poepen ook. Kan poepen als je zo nog moet en die. Ja. Nee, ik poep alleen, man. Ja, maar ik poep niet zo vaak, hè. Het is maar het één keer in de drie dagen. Ik ook. En sommige, mijn moeder die kan vier keer op een dag poepen. Sorry, maar als je dit kijkt, maar dat is echt zo. Het is al 10:55. Oh my god, het schiet erop. Ik hoef alleen nog maar ik schrok zo erg. Ik dacht echt dat je een muis zag of zo. Ik zag gisteren een muis, hè. Echt waar? Hij liep tegen de muur aan van mijn schuur. Of nou, van mijn oma's schuur. Ik meen dat. Help even uit de wereld dat jij niet op een kamp woont, maar gewoon met je oma onder één dak woont. Ja. Oké, jongens. In mijn video had ik dus laten zien waar ik woonde. Leek het echt zo alsof ik op een kamp was? Nee, maar weet je wat het is, denk ik? Omdat als je in jouw kamer, als je in jouw huis staat, lijkt het niet alsof jullie een extra verdieping hebben. Als jij gewoon in de keuken staat, lijkt het niet alsof er nog een trap naar boven is. Oh, en in een woonwagen hebben we dat volgens mij ook niet. Nee, soms wel. Ja, en jij loopt naar buiten en je staat gelijk bij je oma. En ik sta ook buiten loop naar mijn oma, maar loop wel naar de overkant. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, kijk. Ik had dus in mijn video dat laten zien dat ik naast mijn oma woonde en zo. Nou ja, toen kreeg ik dus een paar keer de vraag. Hoi, je moet kamp. Hoi, je moet kamp. Hoi, je moet kamp. Nou, nee. Ik woon zeg maar onder twee onder één kap. En mijn oma woont de ene en wij wonen de andere. Dus we hebben samen een grote tuin. En ja. En er staat gewoon een hek voor. Ja, er staat een hek voor. Maar dat is niet omdat we op een kamp wonen, maar gewoon omdat er geen mensen in ons huis willen. In onze tuin. Ja, zodat we hem niet wegliepen. Ja, en vroeger dachten mensen ook gewoon dat onze tuin nog bij gewoon de straat hoorde. Echt? Ja. Er kwamen mensen gewoon. Ja, weet ik veel, dan liepen ze gewoon echt letterlijk een beetje langs onze tuin, een beetje zo. Ja, want je moet best wel een soort van erin lopen natuurlijk. Door... Ja, maar ook zeg maar waar de auto's staan, als er dan geen auto's stonden. Echt? Ja, dan gingen ze daar even met de hond staan of zo. Ik dacht, ja, hallo, dat is onze tuin. Mascaratje. Ik ben klaar. Ik wil alleen een mascara. En ook goed leuk, ben ik ook klaar. Laat mijn haar doen. Hadden jullie een bijbaantje toen jullie rond de 14 jaar waren of tips voor bijbaantjes? Nou, ik werk al sinds ik 12 ben volgens mij. Echt? Ja, gewoon bij mijn vader. Ja. Mijn vader heeft een lunchroom, dus daar heb ik eigenlijk altijd gewerkt. En ja, tips voor bijbaantjes. Gewoon supermarkt, ijskraam, horeca, gelegenheden. Nou, op je 14e kan je gewoon nog niet superveel. Nee, 14e. Krantenwijk. Ja, ik had, mijn oom die had een krantenwijk.
Nou, echt naar het echt post. En toen hielp ik hem af en toe wel eens. En toen is hij daar dus mee gestopt. En toen heb ik dat overgenomen. Vanaf mijn 15e tot mijn 18e heb ik dat gedaan. En ik heb, toen ik 16 was, heb ik in een kinderkledingwinkel gewerkt. Je moet gewoon een beetje, je moet niet alleen maar denken. Je kan ook zwemles geven. Ja, assistent. Dat is erbij. Maar je moet niet alleen maar denken, oh, mijn 15, dus ik kan alleen maar vakken vullen. Want er zijn nog zoveel meer dingen. Ik was echt heel erg van, ik wil niet in een supermarkt werken. Maar ben ik gewoon gaan kijken naar andere dingen. Ik heb ook nog 3 maanden bij Bakker Bart gewerkt, heb ik. Toen was ik 15 volgens mij, toen ik daar startte. Dus je moet gewoon echt een beetje, ja. Deze vraag is echt heel moeilijk om te beantwoorden, maar vind ik wel grappig. Als jij 1 ding van het uiterlijk van de ander mocht veranderen, wat zou je dan doen? Nou, ik zou bij jou je benen langer maken, denk ik. Of ik zou jou een kont geven, een hele grote mooie. Ik denk dat ik bij jou... Alsjeblieft mijn flap, hoor. Ja, nou, ik zat dus te denken... Kijk, we hebben allebei niet zulke grote tetjes, maar het klopt wel of zo bij ons. Als wij met zulke naam zouden lopen, ook niet. Ja. Dus zou ik eerder bij jou gewoon je oor veranderen. Ja. Niet dat het echt opvalt, maar het is wel iets waar je altijd van denkt van die heb ik. Nee, ik heb gewoon lang haar, dus je ziet het niet. Maar als ik een staart in doe, dan zie je het wel. Kijk. En deze is ook erger dan de ander, want deze zie je veel minder. Maar oprecht, het valt nog best wel mee vergeleken met sommige andere mensen. Ja, sommige die staan echt helemaal naar voren. Maar ja, de een vindt het mooi en de ander niet en ik hou er gewoon niet van. Ik vind het gewoon jammer dat ik het heb. Oké, we moeten wel echt gaan opschieten, want we hebben nog een half uur. Zal ik alvast mijn outfit aantrekken? Ja, zou ik dat anders ook eens gaan doen? Kunnen we kijken hoe het naast elkaar is. Be right back. Welkom bij de BC Station. Ja, we gaan vandaag een vlecht maken. Is jouw jaar? Twee vlechten. Ja. Is jouw jaar. Wil je dat ook een jaar aan het einde dan weer gaan vastzetten met een elastiekje of dat een bovenvlecht? Zo lekker. Als je dat aan je hoofd voelt altijd. Ik vind het ook echt genieten. Behalve als je straks gaat vlechten, dan ga ik dood. Echt? Ja, denk het wel. Dit ook met die dingen over je hoofd. Oké. Wil je hem zo? Of moet hij wat dunner? Ja, zo is het. Ja? Ja, zo had ik vorige keer ook omgezet, toch? Want ik weet nog wel, je hebt hier een klein deukje en bij dat deukje ongeveer zat hij. Wat hadden we vorige keer nou, erin of erop gevlochten? Erin, hè? In. Ja. Het is zo fijn als je vriendinnen die dit allemaal kan. Ik heb dacht maar kan de make-up. Ja. Ik doe de haren. Nee, jij doet de outfitjes. Oh ja. Heel gestegen team zijn we. Ja. Nou, ben je klaar? Voor schoon. Ja! Ik twijfel of ik mijn BH eronderuit moet doen. Nee. Maar ik denk dat het gaat doorschijnen. Nee, dat zit echt mooi. Of zakt die af? Nee, dat niet. Kom niet even zo. Nou, het valt op zich wel mee hoe erg het er hetzelfde uitzien. Kijk maar. Oké. Ik ben een beetje de lichte versie en jij de donkere. Ja. Outfitjes. Rok van de... Weet ik niet. Sarah? Oh jongens, weet je waar ik deze rok gekocht heb? Oh? Dat raad je nooit. Bij de New Yorker. Echt? Ja. Ik dacht je gaat zeggen op de Haagse Markt. Nee, bij de New Yorker. Oh. En dit topje van Sarah. Deze is van Chiquel. Sarah. En ook Sarah, dit tasje. Kwaai. En ik doe mijn regenbril op. Oh ja, ik ook. Die moet ik alleen nog even pakken. Bedankt voor het kijken naar onze video. Wij zien jullie zo meteen op. Oh, ik denk. Later.